Dit WK wordt mede mogelijk gemaakt door... Van harte welkom bij het WK-journaal editie 7 van 2023. Vandaag strijden we om het brons. En die winnen we ook. De derde bronzen medaille en twee keer goud vandaag. Vandaag dus het Largus. Voorafgaand aan de troostfinale was er een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis van het overlijden van Johannes Brandsma. Team NL moest zich mentaal weer opladen, want na het verlies in de halve finale tegen Valencia moest er aangetreden worden om de bronzen medaille. Nederland komt met 1-0 achter, daarna 4-1 voorsprong, wordt het nog 4-2, maar uiteindelijk wint Nederland met 6-2. En dus pakt de ploeg van Johannes Boersma de bronzen medaille. En dat mag een bekroning zijn. Het is een doekje voor het bloeden. Natuurlijk moeten we blij zijn met de derde prijs vandaag, want ja, dit is vandaag het maximaal haalbare. Maar over het hele toernooi in het Largus gezien, nee, voor een derde prijs teken je absoluut niet. Dan een andere man die we weinig in zicht hebben gehad, Menno Verswieten. Heel weinig gespeeld, even ingevallen voor Chessen, maar voor de rest niet. Hoe beleef je met hem? Ja, wij hebben drie in principe gelijkwaardige opslagers. Wanneer was dat? Woensdagmiddag waren we aan het inslaan. Menno toen heel goed, Win stond toen helemaal in een andere hoek dan de speeldagen dat we echt moesten spelen, zeg maar. Dus heb ik toch telkens de keuze voor Matten en Chisse gedaan, omdat die het toch ook telkens heel goed deden. Ja, het is heel sneu voor Menno, maar zijn bijdrage is er zeker niet minder om. Want ook hoe hij met die ploeg omgaat, de positiviteit die hij uitstraalt, die mannen oppeppen. Ook daar, ook voor Menno alle lof. Maar ja, helaas heeft hij niet zoveel kunnen spelen, volgens mij in wedstrijd. Ja, wellicht de volgende keer gaan we een andere keuze maken. Ja, die keuzes moet ik maken en die ga ik ook niet uit de weg. En ik heb ook niet het raar woord van Menno erover gehoord. Dus. Elke wedstrijd hoop je gewoon te horen te krijgen dat je speelt. En in de voorbereiding er alles aan gedaan, stond er goed op, vond ik zelf. Maar goed, het niveau overal is gewoon heel breed. En je ziet dat die jongens het hartstikke goed doen. Dus ja, dan is het niet altijd even leuk om te horen dat je niet speelt. Maar goed, ja, je bent met het team op pad en dan bij de pakken neerzitten heeft ook geen meerwaarde. Dus. In het Fries zeggen we dan grutsk. Ja, zeker. Absoluut. Ja, we hebben goed kaatsen laten zien. En behalve die eerste partij was het gewoon niet top. Ook tegen die Valencianen halve finale. Eerste drie, vier eerste waren zeker niet goed. Maar daarna pakken ze het echt fantastisch op. En je ziet vandaag, die Basken maken een paar foutjes. Wij niet. En dan winnen we gewoon van hun. In hun eigen spel. En ik denk dat we dat niet moeten vergeten. Het is hun spel en wij winnen van ze. De finale van het Largus wordt gewonnen door Valencia met 6-2. België heeft geen antwoord op het snelle en goede spel van de Valencianen. Valencia dus goud en België zilver. De finale van het Largus had toch nog een Nederlands tintje. Want scheidsrechter Johnny Bergsma uit Minnetscha mocht aantreden. Jelmer Siegersma was de scheidsrechter van het wolbal die Nederland vertegenwoordigde. En deed dat geweldig. Het was een bijzondere ervaring met spannende partijen. Ik heb de Basken tegen Valencia mogen scheidsrechteren. En dat was een fantastische partij. Veel emoties zat erin van beide kanten. Maar alles rustig kunnen behouden. Dus... Ik weet nog dat je op het jeugd-EK had je ook zo'n spannende partij, maar dit is dan ja, het echte werk. Ja, nee, absoluut, absoluut. Dit is het echte werk. Deze partij ging erom. Ik heb er wel van genoten in die zin. De finale niet kunnen scheidsrechten, maar daar was ik uiteraard heel erg blij om. Dat was ook mijn ambitie om niet de finale te doen, want dat zou betekenen dat Nederland de finale speelde. En dat is zo gebleken, dus absoluut tevreden. Na de wedstrijden is het tijd voor de prijsuitreiking en de grootste verrassing was dat Harmke Siegersma werd gekozen tot speelster van het toernooi. Deze had ik echt niet verwacht, dus ik was ook een beetje verbaasd dat mijn naam opgeroepen werd, eerlijk gezegd. Ik denk wel dat het heel terecht is. Oh ja? Ja, nou ja, ja, weet ik niet. Misschien wel. Ja, ik denk het wel, anders had ik hem niet gekregen, maar ja... Je kan ervan genieten. Ja, dat zeker, ja. Gefeliciteerd. Dankjewel.
De prijzen zijn uitgereikt en de verrassing was toch wel dat Harmke Siersma als speelster van het toernooi werd gekozen. Nederland won 3 keer brons. Bij het Largest, bij de mannen. Bij het fronton bij de dames, internationale spel van de dames. En natuurlijk de 2 gouden medailles bij het wallball. Dat was de klapper van dit toernooi. Nederland is klaar. En het volgende toernooi dat zal over 3 jaar gespeeld worden in Argentinië. Adios, Alzira. Tot ziens. Dit WK wordt mede mogelijk gemaakt door...